Met de nieuwe RX60 brengt Stihl een primeur in de heftrucktest. Voor het eerst in 31 jaar testen scoort een elektrische heftruck een hogere productiviteit dan een truck met een verbrandingsmotor, maar dan zonder het geluid en de emissies. De nieuwe RX60 truckserie loopt van 2,5 naar 3,5 ton en omvat 7 verschillende modellen. De RX60 volgt het concept van de RX20 serie die 2 jaar geleden werd geïntroduceerd. Een iets langere bouw waardoor er meer been- en werkruimte ontstaat. Tevens is de op- en afstap vergroot en is de truck voorzien van het nieuwe smart display. Om de truck beter dan ooit geschikt te maken voor een harde inzet is meer en steviger staal verwerkt. De genoemde voordelen zijn tijdens de test direct merkbaar. De opstap op de RX60 is ruim en de been- en werkruimte in de cabine is riant. Het zicht door de mast, over het schutbord en door het dak is dik in orde. Via het display kan je eenvoudig verschillende instellingen kiezen, zoals rij- en hefprogramma's, inclusief BlueQ energiebesparing en de sprintmodus voor extra power. De armleuning is verstelbaar, maar zou iets dieper naar beneden mogen gaan. Stihl heeft de dakstijlen voorzien van een gelaste stalen handgreep. Deze voelen wat koud aan. Op de handgreep voor het achteruitrijden ontbreekt de optionele drukknop voor de klaxon. Tijdens het rijden met en zonder last doet de RX60 precies wat je verwacht. Dat geldt ook voor de mastbediening. In rijprogramma maximaal plus sprintmodus scoren we een nog nooit eerder behaalde productiviteit. Geen diesel, LPG of elektrische heftruck was ooit sneller. Daarbij blijft het voorspelbare karakter van de RX60 behouden. Mede dankzij de hoge mate van regeneratie en de energiezuinige constructie halen we een lange inzetduur uit de lithium-ion batterij. Met ingeschakelde BlueQ-stand loopt de inzetduur nog verder op, terwijl de performance even goed hoog blijft in vergelijking met andere trucks. Conclusie: met de RX60 25 High Performance zet Stihl de norm voor heftrucks in dit segment. Tel hierbij de voordelen van de stille inzet, de souplesse, de lagere bedrijfs- en onderhoudskosten, het bediengemak en het voorspelbare rijgedrag en je hebt met de RX60 alle ingrediënten voor een IC-killer bij elkaar. Puntjes ter verbetering zien we in de verstelbaarheid van de armleuning, het klaksoneren bij het achteruitrijden en de onbeklede uitvoering van de handgrepen.